Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 30 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb echt vervelend geslapen. Ik heb een nachtmerrie gehad en ik droomde dus dat mijn opa overleden was. Maar toen waren we dus bij zijn huis, maar dat was zijn oude huis. Het huis waar hij hiervoor woonde. Dat huis is inmiddels bestaat ook niet meer, want er is iets nieuws opgebouwd. En hij heeft daar ook nooit naar terug gewild hoor. Hij wilde daar ook nooit meer langs rijden om te kijken hoe het geworden was. En foto's, dat hoefde hij ook niet te zien, wat ook wel logisch is. Dus daar had hij niks meer mee. Maar ik droomde dus dat we bij zijn oude huis waren. En toen overleed mijn andere opa. Maar mijn andere opa die is volgende maand al 13 jaar geleden overleden. En dan weet je ergens in je droom, hey, dit klopt niet. Het klopt niet wat hier gebeurt. Maar je kunt niet uit die droom stappen. Dus ik werd ook heel misselijk wakker. Ik had ook wel dorst, maar ja, eigenlijk was ik te moe. Want het was nog vrij vroeg, dus ik heb er ook eigenlijk niks aan gedaan. Maar daardoor werd ik niet echt lekker wakker. Dus dat was wel eventjes minder. Maar ja... Was even wat het was, maar het was niet fijn in ieder geval. Ik had net ook nog weer een spin op de slaapkamer, daar werd ik ook niet blij van. Maar ja, spinnenseizoen is aangebroken, hè, zeggen ze. Gisteravond heb ik gewoon goede tijden gekeken, daarna vier handen op één buik. En het was ook wel weer leuk om dat te kijken. Toen ben ik nog even gaan gamen en heb ik de vlog verder afgemaakt. Toen ben ik... Knok of gaan kijken en ik heb ook mijn foto's nog bewerkt van mijn blogpost. Toen ging ik de jacht kijken, maar dat was de laatste aflevering, dus daar ben ik weer doorheen. Dus gaan we kijken of ik vanavond iets kan opzoeken nog. En ja, toen ben ik naar bed gegaan, ben ik een nieuw boek gestart, wat ik ook wel gelijk lekker in zat. Maar volgens mij is mijn ventilator ermee opgehouden in de slaapkamer, want er komt echt bijna geen lucht meer uit. Ook niet als ik hem op echt de hardste stand zet. Ik merk wel dat die kolomventilators weinig kunnen hebben. Dat die toch echt wel vrij snel af zijn. Ik zal het zo nog wel eventjes laten zien. Dus dat zou wel betekenen dat ik voor volgend seizoen een nieuwe moet kopen. Maar dan wil ik gewoon wel weer een staande. Maar eigenlijk dan net zoiets als wat hier staat, zeg maar. In ieder geval dit systeem. Want ik heb ook het idee dat dit veel beter ja, blaast, dat er meer lucht uitkomt, alleen dan wel een staande, zodat, dat vind ik de slaapkamer wel prettig. Ik ga zo de boel doen, ik heb de kwasten nog voor jullie gewassen, maar ik heb ook nog twee pakketjes. Dus ik ga jullie even de pakketjes laten zien, dan zal ik eventjes het kwasten wassen laten zien. En misschien dat ik nog even met de schilderij verder ga, maar ik zal eerst even de pakketjes laten zien. Oké, ik begin even met het pakketje wat totaal niet interessant of spannend is, want dat heb ik van de week al verteld, dat ik dat had besteld. En dat is dus een setje met deze plakspijkers. En ik hoop dus heel erg dat hier wel mijn schilderij aan wil hangen. Dan moet ik even testen of ik hem dus in ieder geval eraan kan hangen. Dat zou heel fijn zijn. Ik zou dit dus in het vervolg dus wel weer online gaan kopen. Want ik heb deze online besteld bij bol.com, wel via een externe verkoper. Hij lag ook een dagje later in de brievenbus, maar dat geeft niet. Maar ik ben dus bij de Praxis geweest en daar hadden ze helemaal niet zo heel veel keuze als hier. En ze waren bij bol.com ook nog eens goedkoop. Dus ik heb nu gewoon van deze. Dus ja, ik ga misschien even kijken of ik ze straks daar al aan kan hangen. En anders moet ik hem misschien toe gaan omdraaien dat hij wel met de lijst moet komen als het echt niet werkt. Maar dan moet ik eventjes naar gaan kijken. Dus dat is deze. En dan zal ik ook even het volgende pakketje laten zien. En dat is dit pakket. Hoe leuk is alleen al de zak roze met gouden tekst. Oké, nu vraag je vast af wat erin zit. Misschien heb je het al wel een beetje gezien. Er is echt zo'n nieuwe stijl, hype op kledinggebied. En dat is het damespak. En ik vond dit echt super leuk. En ik vond het er gewoon heel tof uitzien dat het zo bij elkaar matchte. En toen dacht ik, oh, ik wil dat ook. En toen ben ik een beetje gaan zoeken. Want ik ben ook heel eerlijk, bij heel veel winkels moet je het los van elkaar kopen. De broek los van het... jasje. En ik vond de prijzen toch niet zo leuk. Want dan was zo'n jasje bijvoorbeeld al 50 euro. En dan de broek soms nog 40. Dat ik dacht, ja, nee, dat vind ik geen leuke prijs. En nu heb ik zo'n pak gevonden bij elkaar voor 30 euro. Dus ik heb hem besteld. Dus ik ga nu de zak openmaken. En ik ga hem jullie nu laten zien. Dus
Ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig inmiddels. Ik trek echt alles de hoek op nu, maar dat maakt niet uit. Huh? Hoe zit dat dan? Kan je hier Oh, je kan gewoon scheuren. Echt serieus? Ik heb hem dus in een neonroze kleur. Deze kleur. En deze heeft dus hele smalle pijpen. Het is wel echt een beetje meer een zomerpak. Hij is ook echt wel voor... Je kunt hem dus aanstrikken. Want hij is dus eigenlijk één maat. Dus dit is de broek. We gaan hem zo gelijk even passen. Want ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Het is wel een lekker roze kleurtje. Ik denk dat hij op de camera iets anders overkomt dan in het echt. Dus dat is de broek. En er hoort dan dit jasje bij. Die zijn best wel een beetje oversized. Maar ik zag dit voor me. Dus ik vond dit helemaal leuk. Dus we gaan hem ook gewoon eventjes passen om te kijken hoe dit staat. Want ik vind het toch wel heel erg leuk. Oké, ik heb hem nu aangetrokken. En hij zit echt heel goed. Je hebt hier ook gewoon zakjes. Hij kan verder niet dicht. Hij valt wel open. Het leukste is ook met een wit shirtje. Ik heb nu een heel fout shirtje aan. Dit is dan de broek. Ja, ik vind hem heel leuk staan. Ik heb hem nu vrij hoog zitten. Maar hij kan nog wat naar beneden. Zodat de pijpen ook wat meer naar beneden vallen. Ja, zoals ik zei, volgens mij kun je hem aan tot maat L, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er zit ook een zakje in, maar ik vind het echt wel heel erg leuk staan. Ik voel me hier wel heel leuk in. Ik vind het heel leuk en het handige is, dus je kunt hem gewoon aansteken. Dus je kunt hem, ja, dat het één maat is. Dus hoe leuk staat dit? Ja, ik ben fan. Misschien is helemaal je ding niet, maar ik vind het echt super leuk. Dus ik ben er heel blij mee. Ik zit dus even bij die ventilator en kijk, als ik hem nu op de kleinste stand zet, doet hij al bijna niks meer. Zet ik hem nog een standje harder ook niet en op zijn allerhardst doet hij helemaal niks meer. En deze stand die doet het helemaal niet meer. Dus ik denk echt dat het einde oefening is, dus het wordt gewoon tijd voor een nieuwe. Zo, ik ben lekker klaar. Fijn. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Alles is gewoon weer lekker goed schoon en opgeruimd. Dus dat is wel fijn. Ik heb nog even wat aan mijn bullet journal gedaan. En toen vond ik het ook wel mooi geweest. Goed geraagd. En de hoop dat er niet weer spinnen komen. Maar ja, je weet het nooit. In ieder geval is het nu wel weer lekker weg. En ik ga ervan uit dat de ventilator ook binnen nu en een paar weken wel weer naar boven kan. In ieder geval diegene die het nog doet, die andere moet dan naar de stort. Maar wat ik straks ook al zei, ze hebben gewoon niet hele lange levensduur die kolomventilators. Omdat je ze ook gewoon niet meer makkelijk schoon kan maken. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je wel gewoon goede tijden. Verder eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik denk dat ik even de Hudson en Rex van vorige week ga kijken. Dan ben ik ook weer bij. En ja, dan... ga ik daarna nog wel eventjes gamen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Dan kan die ook ingepland worden. Dan ga ik weer Knokhof kijken. En ja, verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik even kijken of er nog iets op Videoland staat wat ik leuk vind. Maar in ieder geval, dat is allemaal wel weer klaar. Dus dat is wel weer fijn. En verder wordt het gewoon lekker een rustige avond. Maar daar heb ik ook wel zin in. Dat vind ik gewoon wel fijn. Ik heb nu opnieuw een statief staan, alleen nu krijg ik hem dus even weer niet gekoppeld. Dus dat is allemaal nog even uitzoeken. Daar moet ik eventjes nog mee aan de gang, want nu gaat het lampje bijvoorbeeld weer niet branden. En nou ja, goed. Ik moet even kijken hoe ik dat het beste kan doen. Er staan gelukkig heel veel tutorials ook op YouTube. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is vandaag 31 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even een flinke niesbui gehad.
Ik voel me niet zo lekker. Ik ben misselijk. Ik heb hoofdpijn. Ik heb het koud. Ik merk dat de verschillen ineens best wel groot zijn. Want ik zal eens even kijken hoeveel graden het nu buiten is. Ja, 17. En dat merk je ook wel. Eigenlijk vorige week verlangde ik ook heel erg dat het af zou koelen. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Want ik ben gewoon niet iemand die heel erg goed gaat op dat hele warme weer. Ik ben gewoon niet zo'n zomermens. Ik hou ook heel erg van de gezelligheid van de herfst. Weet je wel, het vroege donker, dat je gewoon lekker op tijd lampjes aandoet. Nou, daar ben ik wel heel erg van. Maar ik merk nu ook dat mijn lichaam even niet zo goed reageert op de grote overgangen waar we mee te maken hebben. Dat we van best wel warm naar ineens een stuk minder warm gaan. Eigenlijk gewoon koud. En ja, ik merk gewoon dat dat voor mijn lichaam niet zo heel bevorderlijk is. En daar zal ik echt de enige niet in zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Maar dat is wel eventjes dat ik denk van ja, daar moet ik nu wel eventjes een beetje weer aan denken. Dus ik heb nu ook weer lekker lange mouwen aan. Want ik had het gisteren gewoon koud. Dus ik vind het prima. Mijn coachie komt straks om de boodschappen te doen. Die gaat hierna op vakantie. Dus volgende week ga ik boodschappen bestellen. Dus ja. Dus ook weer eventjes wennen. Ook even goed nadenken. Maar ja, dat zal wel goed komen. Gisteravond heb ik Hudson en Rex gekeken. Spannende uitzending. Daarna ben ik nog even gaan gamen. En heb ik mijn blogpost geschreven. Thumbnail gemaakt, zodat de vlog ingepland kon worden. Staat inmiddels online. Toen ben ik Knokhof gaan kijken. Dat eindigde heel spannend. Het was wel heel, heel spannend. Ik heb heel veel zin om door te kijken. En daarna heb ik Box aangezet op Videoland. Dat is ook zo'n hele oude serie. Dat is toen in plaats van Spike gekomen. Maar ja, ik sta er niet zo heel veel meer van bij. Het was op zich ook wel grappig om meer eens een keer te zien. Toen heb ik nog even lekker in bed mijn boek gelezen. En toen ben ik ook wel geslapen, maar ik heb ook heel slecht geslapen. Ik ben ook echt super moe. Dus al met al kan het wat beter. Maar ja, wie weet dat het morgen weer beter is. Ik hoop het wel. Nou, ik heb nog even voordat mijn coach komt. En dan wil ik eigenlijk nog even met het schilderij gaan piepen van de IKEA, want die wil ik gewoon aan de muur hebben. En nou heb ik dus gisteren eventjes op de IKEA-site gekeken. Er stond dus een filmpje bij. En het blijkt dus dat je dus er zitten van die bijpassende dingetjes aan die je op de muur moet bevestigen om op te hangen. En die schijn je dus wel echt nodig te hebben. Dus ik moet even kijken of ik zo'n dingetje aan zo'n spijker kan hangen. Of dat die spijker überhaupt in dat gleufje kan van het schilderij. Anders zal ik toch moeten gaan boren. En dat gaat me gewoon, ben ik bang, niet lukken. Want ik ga gewoon nooit door die muur heen komen, vrees ik. Maar ik ga wel even kijken hoe ik dat ga oplossen. Dus ik ga er even mee aan de gang. Dat ding staat me in de weg. Hij moet gewoon aan de muur. Ik moet morgen de slaapkamer doen. Ik moet niet dat ding voor mijn voeten staan. Dus ik ga er eventjes mee aan de gang. Ik neem jullie sowieso nog wel even mee met het boodschappen doen. En dan zie ik jullie sowieso later weer. Was dus simpeler dan ik dacht, want deze had ik er nu zo aan. Met deze spijkers dus gewoon een verkeerde gekocht. Maar nu hangt hij in ieder geval, dus dat is top. Dus ja, ik ben er blij mee. Hij hangt leuk zo. We'll be right back.
alweer even terug op mijn boodschappen. We hadden even koffie gedronken. Even mijn schoenen uitdoen. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik heb al wat dingen voor mijn verjaardag gekocht. Oké, ik ga het even erbij pakken. Ik heb hier een hele zware tas. De beschuitje van Bolletje weer. Beschuitjes moet ik zeggen. Ik heb een zakje chips nog erbij. Gewoon naturel chips van die Open Bake. Die was bij Lidl vrij betaalbaar. Ik had flessen ingeleverd, dus dat ging ook aardig nog wat vanaf. Vier zakjes met huishoudhandschoenen. Dan heb ik weer even een voorraadje. Een zakje met speklapjes kruiden, want ja, daar had ik nog veel meer van. Frikandellen. Uiteraard speklapjes voor maandag. Dan heb ik twee keer de spekreepjes, want ik heb dus al wat dingen in het voren meegenomen, omdat ik dus volgende week niet fysiek naar de winkel ga. De toetjes. Een ander bakje spekreepjes. Twee pakken chocomel. Twee pakken Felixvoer. Vier flesjes cola. Kattensticks. Patat. En nog een. Aardappelschijfjes heb ik hier dan. Dan heb ik hier eventjes weer appelsap. Zo, daar knalt een fles cola om. Hij is fijn. Voor lente een zakje met maïsvingers. Lente mag nog geen chips, dus ik heb gewoon van die maïsvingers gekocht. Klein zakje. Bandjes was wel even zoeken. Ze waren in de aanbieding, maar ze waren niet allemaal even mooi. Dan heb ik hier voor straks lekker tataartjes. Ik heb even een ijsje gegeten, want ik dacht het kan de laatste keer zijn. Slaatinken. Snijboontjes waren ook een euro nu. Ik moet alleen even kijken tot welke datum, tot de vierde. Ah, misschien toch maar even in de vriezer. Vind ik toch een fijner idee. Bij de trekpleister heb ik de latten meegenomen twee keer, want dan was die maar een euro. Bij de Lidl had ik gratis pannenkoekmix, dus ik heb maar de volkoren genomen. Die vullen dan nog iets meer. De schnitzels, de diepvriesschnitzels. Koffiecupjes maar weer. Alvast biertjes voor de verjaardag. Oké, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb de alcohol vrijgekocht en ik moest met alcohol hebben. Dat zie ik nu pas. Oei, dat was niet zo slim. Nou ja, ik mocht nog wat lekkers uitzoeken van mijn moeder. Dus ik heb Snickers genomen. En ik heb nog bakboter. En ook ik mocht een zakje uit kruidnoten. Dus die heb ik ook gehaald. Dus dit is alles. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik nog even relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb ik... Nou jongens, het gaat lekker. Vanavond heb je gewoon goede tijden. Dus ga ik kijken. Daar begint een nieuw seizoen van het Roerom. Vind ik ook nog wel even leuk. Maar we hebben ook om 8 uur Ajax. En ja, ik had hem al even klaargehangen. Want die gaat straks natuurlijk gewoon weer aan. Dus die... dan ga ik vanavond even mijn foto's bewerken. En ja, dan ga ik eventjes... wat ga ik nog niet doen? Ja, dat eigenlijk. Dan ga ik knok of kijken en daarna nog eventjes lekker weer verder met boksen. En nog even mijn boek lezen en dan ga ik weer slapen. En dan hoop ik dat ik wat beetje slaap. Ik ga jullie morgen zien. Ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 1 september. Ik ben klaargemaakt. En 1 september, jongens, ik ben volgende week alweer jarig. Het gaat altijd zo hard. Ja, augustus was natuurlijk gewoon ook een hele pittige maand. Een hele verdrietige maand. En als ik dan zie hoe snel het alweer voorbij is gegaan, dat ik denk van jeetje, waar blijft de tijd soms? Ja, dat is soms best wel dat ik denk van oeh, soms zou je de tijd wel eens even stil willen zetten.
Maar goed, dat gaat helaas niet. Ik heb gisteravond naar Ajax gekeken. Het was een beetje vervelend, want het was dus niet op RTL 7 of Veronica. Er waren best wel veel wedstrijden. Ze hadden ervoor gekozen om dit op Ziggo Sport uit te zenden. En dat kun je dus alleen maar kijken als je KPN hebt of Ziggo. Heb ik allebei niet. Dus het werd voor mij een stream, maar het was niet heel fijn. Het was gewoon niet een hele fijne stream, dus hij liep regelmatig vast. Op zich ging Ajax in het begin wel lekker voortvarend van start, maar ik vond het niet de allerbeste wedstrijd van Ajax. Ik merk dan toch hoe verder zo'n wedstrijd loopt, zeg maar, dat ze het een beetje laten afweten. Uiteindelijk hebben ze verloren, maar ze zijn wel weer door. Want ja, hoe dat precies zit, dat snap ik allemaal niet, want dat is voor de Europa League. Ik heb lekker goede tijden gekeken, dus vind ik het altijd wel heel jammer dat het dan op donderdag alweer klaar is, dat het op vrijdag niet komt. Want de afgelopen weken ben ik best wel verwend dat ik op vrijdag echt gewoon het spelletje had en de BME vol liefde. En nu is het een beetje, ja, er komt niks. Over 2 weken beginnen de dingen wel weer een beetje hoor. Maar ik vind het altijd een beetje jammer. Toen heb ik daarna even het roer omgekeken. Ja, vond ik ook wel heel, heel bijzonder. Ik vind het altijd leuk om naar te kijken hoor. Maar het idee zelf om zoiets te beginnen, dan denk ik, oh, waar heb je zin in? Maar goed, het kwam ook voor geen meter af. Dat kwam ook niet van de grond. Ik heb nog even gegamed. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. En ben ik Knock-Off gaan kijken. Ik geloof dat ik nog 2 afleveringen heb. Dan ben ik er doorheen. Wordt nu wel echt steeds spannender ook. Daarna ging ik box kijken. En ik moet zeggen dat ik momenteel even helemaal niks meer begrijp van de cancelcultuur in Nederland. Want ik keek naar box en dat was een aflevering. Kom maar. Waar Thijs Reumer in zat. Nou ja, Thijs Reumer die is inmiddels, heeft hij een veroordeling aan zijn broek hangen. Kom maar, tijgertje. Kom maar. Kom. Kom dan. Hij gaat nog wel in hoge broek, dus het kan nog veranderen. Maar er is dus gekozen bij hem om de series waar hij inspeelt niet van de streamingsdiensten af te halen. Dus de dingen waar hij inspeelt, die blijven gewoon bestaan. En dan kom ik toch een beetje op het punt. Eigenlijk snap ik helemaal niks van die cancelcultuur in Nederland. Kijk, ik snap dat zo iemand nu dus geen rollen aangeboden krijgt of ergens voor gevraagd wordt. Lijkt me logisch. Alleen dan zie ik ook wel het verschil. Want de afgelopen 2 jaar zijn er zoveel mensen naar voren gekomen op het gebied van bekende Nederlanders. Die dus grensoverschrijdend gedrag zouden gepleegd hebben. Ja, die mensen worden direct gecanceld. Werk je mee in een programma? Nee hoor, je hoeft niet meer te komen tot nader onderzoek is afgelopen. Ik ga ervan uit dat als iemand wel echt als onschuldig wordt bevonden, dat je dan wel weer terug mag komen. Maar goed, die stempel heb je natuurlijk wel. En op zich is het wel goed hoor, dat ze maatregelen nemen. Ben je artiest en komt er zoiets over je naar buiten? Word je niet meer gedraaid op de radio? Heb je een wassen beeld? In Madame Tussauds wordt je beeld weggehaald. En net wat ik zeg, ik ga ervan uit dat als deze mensen dan wel als onschuldig worden bevonden, ook echt wel weer die beelden terug zullen komen en ook echt weer op de radio gedraaid zullen worden. Maar er wordt gelijk actie ondernomen. En dan denk ik met zoiets, deze persoon is dus inmiddels, heeft een veroordeling gekregen, dan gaan ze niet de programma's waar hij in zit van streamingsdiensten halen. En dat vind ik toch wel raar. Dan snap ik eigenlijk niet zo heel veel van die cancelcultuur. Moet ik zeggen, ik vond het wel een mooie aflevering, maar je kijkt er toch anders naar. Ik had toch wel echt zoiets van, oh ja, nou, alles wat ik nu over je weet, kijk ik toch wel heel anders naar. In ieder geval alles wat ik over je weet, wat ik heb gehoord op televisie, laat ik het zo zeggen. Ik was er niet bij. Maar goed, als jij een veroordeling hebt gekregen, zal er echt wel, ja, zal er echt wel een kern van waarheid in zitten. En dat begrijp ik dan niet zo goed. Maar goed, ik heb daarna lekker mijn boek gelezen en toen ben ik ook wel lekker gaan slapen. Ik ga zo lekker de slaapkamer doen. Ik ga een was aanzetten. Ik moet nog even wat dingen opruimen. Dus tijd om eventjes lekker aan de gang te gaan. Ik ga muziek aanzetten en dan ga ik lekker eventjes mijn dingetjes doen. Dus ook wel lekker weer eventjes mijn bed verschonen en zo. Dus ik ga jullie meenemen. Het is in ieder geval nog lekker koel. Het schijnt volgende week weer wat warmer te worden. En dat vind ik wel balen. Want ik zit natuurlijk nu ook met die kapotte ventilator. Die ga ik nog even uitzuigen. Dus misschien dat ik hem nog aan de praat krijg. Maar ik ben er bang voor. Maar goed, eerst maar eens eventjes aan de gang gaan nu.
Nou, ik heb het weer gered, maar wat heb ik het warm gekregen. Ja, het was echt best wel warm, maar dat komt omdat je bezig bent. Ik moet al zeggen, ik had er al heel weinig zin in om aan te beginnen, maar toen ik eenmaal bezig was, dacht ik, ah, ook wel weer lekker. Ik heb dat plankje die ik had opgehangen ook al een klein beetje wat spulletjes opgezet. Maar dat is nog niet helemaal oké, want er staat nu eventjes dat doosje van de steen op. Omdat ik daar dus nog eventjes een plekje voor moet bedenken. Die moet nog even veranderd worden, maar dan ga ik van het weekend wel even verder inrichten, denk ik. Maar dat zal ik jullie dan later nog eventjes laten zien, want nu is het gewoon nog niet af. Dus dat is nog niet zo leuk. Bed was weer even struggles. Ik heb er elke keer struggles mee. Dan denk ik dat ik de punten helemaal goed heb, maar op het puntje bepaald zit het niet goed. Ik vind het altijd zo gedoe. Maar goed, uiteindelijk komt het wel goed. Ik ga zo eerst even heel veel drinken, want ik heb net al gedronken, maar het is nog steeds niet goed. De katten hebben net lekker gegeten. De was is ook al klaar. Ik had even de witte was aangezet, dus dat is ook fijn. Dan kan die straks nog even opgehangen worden. Ik ga zometeen even lekker relaxen en dan straks lekker douchen. Vanavond denk ik nog even een Hudson en Rex kijken, want dan ben ik bij. Ik weet niet hoeveel afleveringen er nog zijn. Nog eventjes gamen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Knokhof kijken. Misschien spreek ik het wel helemaal verkeerd uit. En daarna ga ik CMC kijken. En dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen. Want morgen gaan we weer even naar het huis van mijn opa toe. Dus ja, dat is dan morgen weer eventjes. Ik merkte gisteren ook. Ik zei wel tegen mijn coach, toen zei ik, woont. Opa woont. Nee, woonde, zegt ze. Ik zeg, oh ja. Ik vergeet soms om in de verleden tijd te praten, omdat hij er dan niet meer is. En dan denk ik, oh ja, dat is niet goed. Maar ja, kan gebeuren. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen en wat drinken. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien, want ik heb het nu wel eventjes gehad. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Het is lekker dat ik vanavond in een schoon bed stap, maar ik vond het wel even heftig. Die ventilator trouwens heb ik wel uitgezogen, maar dat is niks meer geworden. Die doet het gewoon echt niet meer. Dus die gaat naar de stort. Ik heb hem weggehaald. En dan ga ik... nu wordt het volgende week nog een beetje warm. En dan verschuif ik de ventilator van de woonkamer wel eventjes. Maar als het echt normaal gesproken de 30 graden is, dan werkt dat niet. Want dan heb ik soms twee ventilatoren nodig in huis. Dus dan kijk ik gewoon voor het volgende seizoen wel eventjes voor een andere. Maar goed, ik ga nu echt even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 2 september. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even mijn lipstick opdoen. Ik ga zo naar het huis van opa. We zouden daar om 10 uur zijn. En Nathalie die gaat, of is vertrokken, die gaat ze overtrekken. Dus ja, dat. Daar gaan we zo meteen weer heen. Ik heb gisteravond Hudson en Rex zitten kijken. Alleen het was een beetje jammer, die stond er niet helemaal op. Dus het einde heb ik niet kunnen zien. Hij wordt hier morgenavond herhaald. Dus eigenlijk wil ik nog wel eventjes proberen om dan even iets langer op te nemen. Zodat ik wel het einde kan zien. Want dit vond ik wel jammer. Ik heb nog even gegamed. Daarna ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. En een blogpost gaan schrijven. Toen ben ik Knokhof gaan kijken. Daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. En die is volgens mij best heftig. Het eindigt ook best wel spannend. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En... ja, wat is het eigenlijk? Oh nee, ik heb nog CMC gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Maar ja, ik moest het ook niet zo heel lang lezen. Want ik moest een beetje op tijd slapen. Of gewoon gaan slapen. Maar dat lukt nooit als ik weet dat ik er vroeg uit moet. Maar goed, dat was eigenlijk de avond. Ik ga eventjes de deur alvast op slot draaien. Want Nathalie kan er ook straks zo zijn. Dus ja, misschien dat ik jullie nog een beetje meeneem vandaag. Ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Dus ik ga het wel gewoon eventjes zien. Maar in ieder geval, ik ga zo in ieder geval de deur uit. Ja, dat zal wel. Hoe voelt het in opa's stoel? Opa-achtig. Open-achtig. Ja. Je kunt volgens mij ook echt je benen nog vooruit doen. Ja, dus zit hier. Met de afstandsbediening daar rechts. Oh, echt serieus? Ja, nou, ga jij even in de lounge-modus. Ja. Wat een luxe ding, joh. Uit de stekker eruit. Wat zit er geen batterij in? Jawel, hij zit op een stekker. Wat? Demonstreer deze stoel. Oh,
Ja. Hij zit er wel in. Hij zit erin. Nou, hij doet het niet. Hij is stuk. Van, nou, weet hij nog? Meid. Oh, hij gaat. Oh, daar gaat hij. Ik moet ook naar de aangetekend. Oh ja. Oh ja. Hé, hey, zet je naar mijn stoel. Ik druk op het verkeerde stoel. Oh, ik wil ook zo'n stoel voor thuis. Ja, lekker man. Echt, lekker man. Ja. Je klinkt net als een neef, begrijp nu. En dan ga ik zo zitten gamen. Dat is mijn god. Hoe heet zo'n ding? Ik wil dat ook. Een sta op stoel. Nou, geef maar aan mij. Nee, ze zijn er ook wel. Ja hoor. En wat was net schattig wat we tegenkwamen? Onze oude tekeningen. Ja, laat ze zien. Oh ja. Oh, ik ben weer thuis. Het is nu 7:05. Ik ben al even thuis, maar ik heb eerst even de katten gevoerd. En ik heb weinig gevlogd vandaag. Wat van het eten. We hebben dus vanmiddag uitgebreid gegeten. Dus ik heb voor nu even 2 sausijzenbroodjes gehaald. Even in de supermarkt zijn we even geweest. Dus ik heb even 2 sausijzenbroodjes meegenomen als avondeten. Want ja, echt, ik hoef nu niet meer uitgebreid warm te eten. Maar sausijzenbroodjes vind ik dan wel lekker. Ja, een beetje in de tuin gewerkt. Wat dingen in de tuin gedaan. En ja, verder eigenlijk was het ook wel weer fijn om even bij elkaar te zijn. Begrafenis op USB-stick gehad. Dat is wel heel mooi. Ik ben er nog niet aan toe om het terug te kijken. Omdat het daar allemaal nog te vers voor is. Maar ja, als de tijd rijp is, is het altijd mooi om het nog eens terug te kijken met beeld. En dan was ik ook wel heel blij omdat er beeld bij zat. Ik dacht, ik wist wel dat het opgenomen was, maar ik dacht in eerste instantie alleen de muziek. Of het gepraat, zeg maar. Maar het was echt met beeld. En dat kwam vooral omdat Nathalie had gevraagd hoe zij ging spreken. Of ik dat eventueel voor haar wilde vastleggen. En dat ben ik gewoon helemaal vergeten. Maar nu hadden we het op de USB-strip. Dus dat is heel fijn. En ja, als de tijd rijp ervoor is, dan ga ik het zeker nog een keer terugkijken. Maar voor nu, als ik het nu ga terugkijken, dan weet ik gewoon dat ik weer helemaal in een emotionele bui terecht kom. En ja, het is voor nu allemaal nog een beetje te veel. Ik ga zo even lekker douchen, want ik ben een beetje vies. Ga ik straks even het eten warm maken. Dan ga ik straks om 8:00 lekker alles kunnen vips kijken. En daarna ik hou van Holland. Ik denk tussendoor nog wel eventjes gamen. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik de laatste aflevering van Knokhof kijken. Daar was Nathalie ook al heel nieuwsgierig naar die serie. En ja, dan verder nog even CMC. Dan ga ik ook wel weer eventjes mijn boek lezen. Dan is het ook wel weer tijd om te gaan slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik dacht eigenlijk, had gezegd, nou, er komt van het weekend geen voetbal. Maar er is morgenmiddag dus gewoon Ajax. Dus dat is wel lekker. Het is ook echt warm geworden. Het was op de terugweg in de auto ook heel erg warm. Want ik dacht eigenlijk dat het niet zo... Ja, Nathalie had wel gezegd, het wordt wel warm. Maar ik dacht, ik zat hier te kijken. Ik dacht, nou, er zitten best wel wat buien. Maar nee, het werd op een gegeven moment toch best wel warm. Dus, maar goed. Fijn om weer even bij elkaar te zijn. Weer even wat herinneringen op te halen en dat soort dingen. Maar goed, ik ga bij deze in ieder geval nu eventjes lekker douchen. En dan zie ik jullie morgen. Een hele goede middag op deze
zondag. Het is vandaag 3 september. En zoals jullie kunnen zien zit ik klaar in mijn Ajax-shirt, want Ajax gaat zo spelen. We spelen niet op de gratis zender, dus ik heb wel een stream aanstaan. Dat is nooit het beste van het beste, maar ja, ik ben ook heel eerlijk. Ik zou geen ESPN afsluiten, want ik kijk alleen voor Ajax. En ja, de andere wedstrijden die schelen me gewoon niet echt, weet je. En dan betaal je best wel een hoog bedrag voor een zender waarvan je 1 wedstrijd interessant vindt. En stream werkt op zich prima. Ja, je hebt alleen gewoon af en toe dat hij een keer vastloopt of een keer afsluit. Nou ja, goed als dat het is. Ik ben ook wel benieuwd. Ik weet niet waarom ze nu Utrecht Feyenoord laten zien. Want ik heb toch echt Ajax Fortuna aangeklikt. Kan nog een lastig wedstrijdje worden. Maar we gaan het wel zien. Ik was gisteravond echt super moe. Ik heb de sausijzenbroodjes lekker opgegeten. Ik heb nog wel even koffie gedronken. Ik ben de Alles Kunnen Vips gaan kijken. Wat op zich wel leuk was. Maar er zitten toch altijd ook wel een heleboel mensen bij die ik gewoon echt niet ken. Toen ben ik Hou van Holland gaan kijken. Maar ja, ik vond het wel weer heel leuk. Maar het duurt altijd zo heel erg lang. En dus ik heb ondertussen later ook eventjes een spelletje gedaan. En was op zich wel lekker, maar ik merkte gewoon dat ik heel erg moe was. Ja, toch op tijd eruit voor mijn doen. En ja, het was wel gewoon een hele fijne dag. Maar ja, toch nog best wel druk geweest met dingetjes. Dus dan, ja, ik had de energie wel een beetje op, zeg maar. Toen ben ik daarna mijn vlog in elkaar gaan zetten. Dat ging op zich wel lekker. Voor zover dat lukte, toen ben ik Knock-Off gaan kijken, laatste aflevering. Super spannend einde, je blijft eigenlijk een beetje met een open einde achter. Ik ben ook heel erg benieuwd of dat er nog een vervolg komt op deze serie. Ik kon daar nog niet echt heel veel van vinden en ik weet ook niet of het al bekend is gemaakt. Toen ben ik nog even CMC gaan kijken. Ik heb trouwens de goede stream, want ik zie inderdaad Ajax verschijnen. En ja, toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een klein deeltje van mijn boek gelezen, maar mijn ogen vielen eigenlijk best wel snel dicht. Toen dacht ik van, laat maar, weet je wel, ik ga afsluiten en ik ga ook gewoon slapen, want ik was gewoon heel erg moe en dat is dan ook prima. Ik ga zo nog even wat laten zien, ik kreeg van mijn moeder, was echt super leuk gisteren. En ja, ik wil eigenlijk nog even wat dingetjes opruimen. Ja, ik had eigenlijk het plan om deze week boven ook wat meer te gaan doen. Maar ja, toen kwam ik er dus achter, eigenlijk speelt vanmiddag, nou dan ga ik het niet doen. En van de week wordt het best wel weer warm, want het is volgens mij nu ook al wel weer aardig op temperatuur hoor. Ik zal ze even heel eventjes spieken. 22 graden, dus valt op zich nog wel mee, maar morgen wordt het al 25. Dan is het dinsdag zelfs 28. Dus we gaan echt weer een beetje de warmere temperatuur in. En dan volgende week dinsdag zakt het pas weer af. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Ik zal straks wel even fotospullen laten zien. Maar ik denk dat dat vanmiddag ook vooral een beetje relaxed wordt. Ajax kijken en gewoon ja, niet zo heel veel aanpakken. Maar ik ga in ieder geval zo eventjes het dingetje laten zien die we van mijn moeder kregen. Die superleuk was. Nou, we kregen gisteren van mijn moeder deze superleuke gnoom. Het is wel een beetje een herfstgenoot, want hij heeft dus een eekhoorntje vast en ook een heel leuk eikeltje. En mijn moeder had er van de week zelf wel eentje gekocht, want ze wilde nog wat leuke dingen neerzetten. En nou, superleuk. En toen was er voor Nathalie en mij ook eentje meegenomen. Dus die komt bij mij ook heel leuk te staan. Ik kan hem heel leuk bij de voordeur kwijt. Ik moet er alleen eventjes echt onwijs opruimen. Want het is daar momenteel een beetje een crematorium van insecten. En niet dat ik die zelf heb doodgemaakt, maar die insecten die vliegen bij mij zeg maar bij mijn voordeur en die gaan op een gegeven moment zelf gewoon dood. Dus daar kan die wel heel leuk staan. Maar daar moet ik even aanvegen. Alleen omdat het nu weer zo warm wordt, ben ik bang dat het van de week nog weer een beetje aantrekt. Maar dit is dus de hele leuke gnoom. Ik heb even de spulletjes gepakt voor foto's te maken. Ik kreeg ook de vraag waarvoor ik deze foto's maak en ik had erop gereageerd. Maar ik heb dus ook een blog en daar schrijf ik dus make-up blog. Posts over. Ik heb voor nu deze Co-Pastel Topcoat van Catrice, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Heeft de naam 01 Slassie. Wacht even hoor, zeg ik dat goed? Oh, sorry. Sassy Lassie heet die. Dan heb ik hier twee ja, van die Body Glows, zeg maar, Golden Glows. Producten. Hier ga ik ook eventjes een blogpost over schrijven. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En dan heb ik hier de collectie Melt It voor Ice Cream. Daar komt nog een aparte video over online. Ik heb hier allereerst de nagelstickertjes. Die dus heel leuk zijn met allemaal ijsjes. En ik zie volgens mij lollies en zo. Dan hebben we daar ook van de lipscrub. Altijd heel lekker.
de lippenbalsem die super schattig is in de vorm van een ijsje. Dan hebben we hier de blush lighter die ook super leuk is. En hier nog twee lip creams die dus weer reageren op de pH-waarde van je lippen. Dus super leuk. Ik ga hier nu foto's van maken en dan ja, ga ik die mooi eventjes... ja, kan ik hier mooi weer overschrijven. Eigenlijk staat nog steeds 0-0 trouwens. Oké. De wedstrijd is net afgelopen. Het was weer niet om over een huis te schrijven. Gelijkspel. Dus allebei maar weer 1 punt. Maar ik denk echt wel weer dat er flink wat moet verbeteren. Want dit gaat niet goed. Veel gele kaarten gevallen. Zowel bij Ajax als bij Fortuna. Dus wat dat betreft... dat is ja, van beide kanten wel gele kaarten. Maar zelfs de trainer van Ajax kreeg een gele kaart. Dus nou, dit wordt weer niet wat. Maar Jeurtje heeft niet geholpen in ieder geval. Ik heb even wel nog wat kleine dingetjes opgeruimd. Ik heb in ieder geval net eventjes de foto's klaar. Maar hij gaf weer aan dat het kaartje vol was. Dan heb ik me weer even het kaartje van deze camera erin gestopt. Dus die moet ik wel eventjes goed gaan legen vanavond. Maar verder, ja, gewoon prima. De katjes hebben net lekker eten gehad. En het was wel een paar keer goed vervelend. Ik moest er elke keer af om die stream weer aan te zetten. Dus dat werkt allemaal niet zo lekker mee. Maar ja, goed, dat is een keuze die je maakt. Ik ga nu in ieder geval zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint een nieuw seizoen van Miljoenenjacht. Vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Ik heb die Hudson en Rex eventjes langer laten opnemen. Zodat ik in ieder geval ook even het eindgedeelte kan kijken. Want dan kan ik hem inschakelen na de laatste reclame. Want ja, dat vond ik toch wel... je wilt toch wel heel graag weten hoe het afloopt. Verder ga ik foto's bewerken. En ik denk ook nog wel eventjes verder met GTA. Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik weet eigenlijk nog niet welke dat gaat worden. Maar daar moet ik nog maar eventjes naar kijken. Ik heb nu nog niet inspiratie waarvan ik denk die wil ik gaan kijken. Maar er is natuurlijk aanbod genoeg. En ik ga weer verder met box. En dan ga ik hopelijk nu weer wat verder mijn boek lezen. Ik hoop dat de vermoeidheid er nu een beetje uit is in ieder geval. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ja, ik ga mijn shirtje weer even ophangen. En verder eigenlijk niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ja. Ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 4 september. Ik ben klaargemaakt, maar muisje zit nu bij me. Want ik heb dus een lipgloss van die Melted Ice Cream Collectie van Essence op. En ja, die ruikt heel lekker naar vanille. Dus daar reageert zij op. Ik heb gisteravond heb ik gekeken naar Miljoenenjacht. Ja, was op zich wel weer leuk. Was wel één element veranderd. Er zat nu niet meer zo'n klingelende bel bij. Maar ja, dat hadden ze weer anders opgelost. Was op zich wel, ja, wel leuk. Ja, deze vrouw die had nog 73.000 euro gewonnen. En heel veel mensen zeiden, nou, lekker weinig geld. En dan denk ik van, maar hoezo weinig geld? Want je komt ook met niks. Ja, ik bedoel, je kan er toch gewoon blij mee zijn met zo'n bedrag, denk ik dan. Maar misschien ben ik daar te simpel in, hoor. Ik denk, ja, je komt met niks. Dus alles wat je meeneemt is prima. Ik zie weer dat dat flapje loslaat. Oh, die moet ik weer eventjes vastklikken. Daarna heb ik even het gedeelte van Hudson en Rex afgekeken. Die had ik dus even opnieuw opgenomen omdat het laatste gedeelte er niet op stond. Dus die ga ik nu eventjes voor woensdag komt dan de nieuwe. Ga ik hem eventjes instellen dat hij in ieder geval langer opneemt. Want dat vond ik wel vervelend. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn orange. Ik zal even het lakje erbij pakken. Dit is namelijk de Squeeze the Day van Essence. Deze. Heb ik nou weer dat ding uitstaan? Ja, kijk. Zo. Dit is nummer 43 voor de mensen die dat willen. Nee, 48. God, het gaat echt lekker. Lekker soepel. Toen heb ik... mijn foto's bewerkt, dus die zijn ook weer helemaal klaar. Kwam erachter dat die foto's kwijt waren, dus die moest ik nog eventjes opnieuw doen. Maar het is allemaal gewoon goed gelukt, toen kon ik ze bewerken. Nou, toen moest ik een nieuwe Netflix uitzoeken en ik ben gegaan voor Who's Erin Carter. Ik las er al wat dingen over
En hij stond ook best wel hoog in de lijst, zeg maar. En hij had een matchscore van 99% met mij. En ik kijk dus altijd naar matchscores. Ik kijk dus altijd van, oké, hoe matcht een serie bij mij? En is dat een goede match? En als het een goede match is, dan ga ik daarvoor. Dus dat heb ik nu gedaan. En ik moet zeggen, ik zat er vanaf de eerste aflevering meteen lekker in. Dus ik heb ook heel veel zin om deze serie verder te kijken. Echt super spannend. Toen ben ik daarna... even box gaan kijken. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat is ook zo'n spannend boek. Er zit nu ook zo'n spannend hoofdstuk. Dan wil je eigenlijk gewoon niet stoppen met lezen. Maar ja, echt super leuk. Dus wat dat betreft wel weer een lekker avondje. Dus eigenlijk allemaal wel weer prima. Ik ga zo meteen hier lekker in huis aan de gang. De bakken van de katten moeten geschept worden. De douche moet even gedaan worden. Er moest nog een was opgevouwen worden. Er moet een nieuwe was de machine in. Dus gewoon even lekker aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen met de dingetjes die ik ga doen. Dus laat ik maar gewoon even aan de gang gaan. Ik heb wel even de ventilator aangedaan. Ik weet niet precies hoe warm het nu is. Volgens mij viel het vandaag nog mee qua warmte. Heel even spieken. Het is vandaag 24, ja, dan morgen 29. Dus dan betekent wel dat ik de boel dicht doe. Dan moet ik gewoon weer gaan filmen met de lamp, want ik ga niet met de boel open. Dat is een zorg voor morgen. Nu eerst even lekker aan de gang. Mijn kraan gedaan met de pinky stuff. En hij wordt er dus heel mooi glimmend van. Ik vind het er heel mooi uitzien. Dat heb ik ook eventjes in de douche gedaan. Maar dat werkt dus wel. Ik vind het wel heel goed stuff. Ik heb dan... goed stuff. Ik vind het heel goed spul, moet ik zeggen. Ik heb de pasta. En ik vind hem wel weer heel netjes zo. Zo, de katjes hebben net ook weer lekker hun eten op. Dus dat was top. Ik heb gelijk de muziek uitgezet. Want er kwam al een kerstnummer langs. Ja, dat komt omdat ik dan de iPod gebruik. Nou ja, die nummers haal ik er dan niet af. Maar ja, die komen dan eens in de zoveel tijd voorbij. Dus ik dacht, nou, dat gaat mooi gelijk even uit. Want dat moet ik natuurlijk niet. Ik heb even de plank in de keuken weer even schoongemaakt. Dat is die zo'n plank die hangt boven mijn kookgedeelte. Ja, als je niet zo'n hele grote keuken hebt, ga je ruimte creëren. En omdat ik geen afzegkap heb, kan er makkelijk een plank. Maar ja, die wordt natuurlijk wel heel vet. Dus die heb ik ook weer even schoongemaakt. Nou, de bakken zijn weer heerlijk schoon. De douche is ook weer lekker schoon. Mijn was is ook al klaar, dus die kan ik straks ophangen. En dan moet ik eigenlijk eventjes morgenavond de handdoeken instellen dat die morgennacht aangaan. En dan kan ik die woensdag weer verwerken. Want dan heb ik met het weekend ook geen was hangen. Omdat ik vrijdag jarig ben en dan het weekend... komt de familie, dus dan wil je ook geen was hebben hangen. Maar ik ben wel weer blij met de dingen die ik heb kunnen doen. Ook de nieuwe hanger, die hangt dus nu in de douche. Ik heb jullie wel meegenomen, ik kan het nog even laten zien. Kijk, het zwarte hangertje hangt er nu. Ik zie hier een beetje veel. Zo. Die hangt er ook weer. De douche ruikt weer heerlijk naar het zwembad, vind ik altijd lekker. Dus ja, alles is weer klaar. Alleen mijn koelkast staat open. Hup, dicht. Dat moet ik niet. Ik ga nu nog eventjes meteen lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou, dan eventjes de was nog ophangen. Vanavond weer gewoon lekker goede tijden. En daarna Chateau Meiland. Ik denk nog eventjes gamen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten voor morgen. Mijn blogpost schrijven. En dan ga ik weer lekker verder met Who's Erin Carter.
Erin Gardner. Ik krijg het bijna niet uit. Het is een beetje een moeilijke naam. Daar heb ik ook wel weer zin in. En dan nog even boxen. Dan ga ik lekker verder met mijn boek. Want daar heb ik ook zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 5 september. Ik ben klaargemaakt. En ik zit dus weer in het donker vandaag. Want het is momenteel 29 graden alweer. Ik moet zeggen, ik heb zelf nog een beetje kippenvel. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar je merkt inderdaad wel. Het is wat andere warmte. Ik vind het wel benauwd. Dus ik denk ook wel dat je gewoon straks weer na een paar dagen heel erg weer naar die koele lucht gaat verlangen. Of zelfs een buitje regen. Maar dat zit er de komende dagen niet in. Ik denk dat heel veel mensen nog even gaan genieten van de zonnestralen die de komende dagen nog komen. Ja, ik had echt gewoon het gevoel, oh, we zijn er nu wel doorheen. Maar ja, niet, want we hebben gewoon weer warmte. Ik heb gisteravond gewoon weer naar Goede Tijden gekeken. Daarna Chateau Meiland. Toen ben ik even gaan gamen. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ja, echt super spannend. Echt een aanrader. Maar ja, ik zeg altijd, ik kijk dus naar de matchscore. En wat ik leuk vind, hoef jij niet leuk te vinden. Ja, verder. Nog even box gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ik mag vanavond met een nieuwe beginnen. Maar ik denk gewoon dat ik de reeks even afmaak. Er komt van dit boek nog wel weer een vierde deel uit. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Dat is altijd even afwachten. Ik heb het ergens opgeslagen op de iPad. Ik ga dan altijd eventjes... Ik kijk dan bij bol.com, zeg maar, welke boeken er aan gaan komen. Kom maar, tijgertje. Kijk ik naar de te reserveren boeken. En dan kijk ik van, oh, spreek dat boek me aan. Dan maak ik er een screenshot van. Want dan weet ik welke boeken er nog aankomen. Dus ik heb inmiddels een hele lijst. Maar goed, het is altijd wel leuk. Ik ga zo meteen even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik een video opnemen. Ja, ik wil het eigenlijk met een lamp doen. Maar ik denk dat ik toch eventjes hier iets licht maak. Want ze moeten een heleboel weer opzetten. En ik heb er gewoon niet zo heel veel zin in. Maar goed, dan ga ik even de video opnemen. En dan ga ik daarna nog even diamond painten doen. Ik hoop eigenlijk nog even het was naar boven te brengen. En ik moet ook nog even de boodschappen definitief bestellen. Want ik bestel dus de boodschappen. Die wil ik donderdag dan hebben. Dus dat moet ik ook allemaal nog even regelen. Goed, ik ga nu eventjes aan de gang. Dus ik neem jullie straks nog wel even mee met diamond painting. Terwijl de katjes even lekker aan het eten zijn, laat ik jullie eventjes een pakketje zien. Want er was weer een nieuwe limited editie van Catrice. En die ga ik jullie even laten zien. Zit goed ingepakt. Altijd fijn, want hij lag ook echt als een clubpudding bij mij voor de deur. Ik hou hier even in de gaten of alles goed gaat. De collectie Metaface. Ik kreeg een gratis haarklipje erbij. Altijd leuk. Ik heb hier allereerst de PH Reacting lipproducten. In een groene variant. En een paars variant. En een blauwe variant. Hier komt nog een extra video over online. Dan heb ik ook al één nagellakje. Er is nog een kleurtje, maar die hadden ze niet. Die ga ik dan wel in de winkel eventjes proberen te scoren.
Ook heel leuk, leuke paarse kleur. Dan hebben we hier een Highlight Fun Glow, staat er. Er zit nog goed dicht, dus dat is deze. Ook wel heel erg leuk. Ziet er heel leuk uit, ook wel heel, heel mooi. De producten zijn ook groter dan ik had gedacht. Dan hebben we hier een hele mooie primer. Dus die. En dit is het Oschari Palette. Die ziet er ook echt prachtig uit. Kijk, echt wel groter dan ik had verwacht. En die heeft dit soort kleuren erin zitten. Dus dat is de nieuwe Limited editie. Deze ligt vanaf midden september in de winkel. Maar omdat ik hem al kon bestellen, dacht ik, doe ik het gewoon. Want dan kan ik er ook al iets eerder mee aan de gang voor een video. Dus dat vind ik zelf altijd wel fijn. Dus heel blij mee. Zo, dit was eigenlijk best wel een lekkere middag. Ik heb de video opgenomen, ging op zich wel lekker. Dus dat ging vlot. Daar heb ik ook wat een en ander weer van opgeruimd. Even wat was naar boven gebracht. Wat spullen bij elkaar geraakt voor de handdoekenwas die ik voor vannacht wil instellen. En even lekker diamond painting gedaan. Dus ging eigenlijk allemaal wel lekker. Was wel eventjes fijn zo. Even muziekje erbij aan. Vind ik altijd wel heel prettig. Ik heb toch iets het ding open gedaan. Want het is niet zo heel heftig. De zonnestralen merk ik. En dan hebben we toch iets licht in huis. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb ik gewoon weer goede tijden. En daarna vier handen op één buik. Vind ik ook wel weer leuk om naar te kijken. Dan ga ik eventjes gamen. En dan daarna ook even de vlog verder afmaken met eten. Foto's bewerken. Verder met de serie Who's Erin Carter. En nog even box kijken. En dan ga ik lekker met een nieuw boek beginnen. Maar ik ben, ik vond het vandaag, dit vond ik wel lekker, zo'n dagje. Dus daar ben ik blij om. Nog even wat laatste dingen weggezet. Net even mijn statief weggezet. Die heb ik niet helemaal in de hoes gestopt. Want ik denk, ja, weet je, ik heb hem donderdag weer nodig. Ik wil donderdag nog een video opnemen. Dus nou ja, prima zo. Dus ik ben er wel weer heel, heel blij mee. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!